Hallo, ik ben Dirk Schoofs. Ik wil je voorstellen aan KeePass Password Safe. Het gaat om een programma om je wachtwoorden te beheren. Een goed wachtwoord zou je om de zoveel maanden moeten veranderen. Bovendien moet een wachtwoord onvoorspelbaar zijn. En ten derde zou je voor ieder programma een ander wachtwoord moeten gebruiken. Dat raden toch de veiligheidsexperts aan. Met andere woorden, geen mens kan al die wachtwoorden of die verschillende wachtwoorden onthouden. En wil je het heel veilig spelen, dan maak je gebruik van een wachtwoordbeheerprogramma. En nu zijn we bij KeePass Password Safe. Wanneer je het programma opent, wordt er eerst gevraagd of dat je een bepaalde sleutel al wil openen. Maar dat willen we nog niet doen. We willen gewoon een nieuwe database aanleggen. Dus gaan we naar File, New. En hier moeten we het master password ingeven. Het master password is het enige wachtwoord dat je vanaf nu uit het hoofd moet kennen. Dat wordt nog eens gevraagd om te herhalen. Waar ik even naar wil wijzen is naar keyfile. Keyfile is een bestand dat je selecteert, om het even welk bestand dat je selecteert op je harde schijf. En zonder de aanwezigheid van dat bestand zal het master password niet werken. Dus het is een soort tweede beveiliging. Dus ik klik nu op OK. Ik kies geen keyfile, dat hoeft niet. En wordt nog eens gevraagd om het wachtwoord te herhalen. Goed. Het wachtwoordenbeheer gebeurt hier in een soort verkenneromgeving en je kunt kiezen tussen 5 rubrieken. Wil je bijvoorbeeld voor een e-mailprogramma een wachtwoord aanmaken en laten opslaan in de database, dan klik je op deze knop. En daarna ga je naar Add Entry, de knop Add Entry. Je geeft hier een titel zodanig dat je later nog weet om welk wachtwoord dat het gaat. Het gaat hier om een Gmail wachtwoord. Mijn gebruikersnaam. En vervolgens stelt KeePass Password Safe een eigen wachtwoord voor. En dat is een behoorlijk sterk wachtwoord van 111 bits. Als ik op de puntjesknop klik, dan zie ik hoe dat wachtwoord is samengesteld. Ik kan het wachtwoord ook wissen. En ik kan daar zelf een wachtwoord in geven. Dan moet ik het natuurlijk ook hier wel wissen. En ik kan ook nog notities toevoegen. Dat doe ik even niet. En ik klik op OK. Op die manier staat mijn wachtwoord voor Gmail in mijn database bij e-mail. Klik ik op internet, dan krijg ik even mijn e-mail wachtwoorden niet meer te zien. Netwerk, Windows, nee, ik ga terug naar Gmail. Hoe werkt het nu? Wel, ik ga even afsluiten en bewaren. Natuurlijk moet ik de database een naam geven, want ik kan hem even proefdatabase noemen. En je ziet dat de database hier wordt opgeslagen als een KDB-bestand. Wanneer ik nu dit wachtwoord nodig heb om bijvoorbeeld in te loggen bij Gmail, dan open ik mijn proefdatabase, of mijn database die ik heb opgesteld. Ik moet één keer het masterpaswoord ingeven. Ik zet mijn cursor op een plaats waar ik mijn gegevens moet invullen. Ik klik op de juiste sleutel en met de rechte muisknop kies ik voor Perform Auth Type. Mijn gegevens worden automatisch ingevuld en op die manier ben ik op de juiste webpagina.